staat ongeveer tot aan de nok toe vol. We hebben een aantal hele succesvolle supermarktacties gehad, waarbij we heel veel spullen hebben gekregen van de mensen. En ja, je hebt natuurlijk toch een vrij grote voorraad nodig. Wij voorzien wel meer dan 220 gezinnen in Leeuwarden 2 keer per maand van een voedselpakket. Dus het lijkt wel heel erg veel, maar het is ook zomaar weer weg. En hier heb je dus onder andere van het Comenius College, waar alle maaltijden zijn afgezegd. Dan hebben we dus allemaal broodjes hiervan. We hadden wel een paar duizend broodjes in totaal, maar deze die kunnen nog even bewaard blijven. Dus die hoefden we niet versneld uit te geven. Maar alle hele broden, en suikerbroden, krentenbroden, kerstbroden, die zijn vanochtend allemaal meegegeven. Dit is van de jeugd uit Engelum. Die hebben gisteren een hele grote hoeveelheid goederen gebracht. Er zijn heel veel mensen die hun kerstpakket schenken aan de voedselbank. En ook hele bedrijven die veel pakketten tegelijk schenken. En, vanochtend kregen we nog een heel aardig telefoontje van de vliegbasis. Die komen morgenochtend 85 pakketten brengen. Nou, juist vanwege dus het uitvallen van heel veel activiteiten heeft ervoor gezorgd dat we nu een enorme toevloed van spullen hebben. Dit is het standaardpakket, aangevuld met extra's. En ja, dit is zo'n voorbeeld van wat over is van het schoolontbijt. En daar zitten extraatjes in de vorm van slagroom, chocolademelk, een paar kaarsen. Pasteibakjes met een ragout.